voor het eerst de thuisploeg. En dan frommelen ze zich naar een kans en krijgen ze hem er wel in. 1 minuut en 23 tellen. En de maaltijdbezorger van Weleer, want dat was hij, Ilano Silva Timas, opende scoren. De man die deze zomer op stage was bij MVV en zo alsnog een profcarrière kon afdwingen. Silva Timas, 1 tegen 1 met Ketting. Die dwingt hem buitenom, toch gaat hij binnendoor. Nee, dan is nog buitenom en dan loopt de route eigenlijk een beetje dood. Oh, maar hij opent zelf de weg weer. Ilano Silva Timas krijgt hier de handen op elkaar. Behalve de handen van Diego van Zutphen, die eventjes flink in het ootje wordt genomen. En met Ketting heeft VVV een echte kopspecialist en die wordt hier ook bereikt. Daar loopt Sven Braken achter in het rijtje. Die zijn mooiste goal ooit maakte namens VVV in dit stadion. Een omhaal. Het is een echte Maastrichtenaar. Een Schenk, zoals dat hier heet. Silva Timas met een demarrage. Een Ketting met een sliding en daarna direct de hamstringblessure zo te zien. Slecht nieuws voor de aanvoerder van VVV om op deze wijze het strijdtoneel te moeten verlaten. Hij wordt vervangen door Gabin Blancard. Maar en Kassimi naar de kant gehaald. En Sayas dus erin en Braken. 59 keer gespeeld voor VVV, 24 goals. Een stuk meer dan voor MVV, terwijl hij meer wedstrijden heeft gespeeld voor de Maastrichtenaren. Slim gedaan, Braken, Braken. En natuurlijk gooit hij deze wedstrijd in het slot. Maastrichtenaar Sven Braken doet hier alles wat hem zo typeert. Zijn grote lichaam inzetten en dan de 2-0 binnen knikken. Zo, dat is tweede geel Roel Jansen. Of direct rood, kan ook. Het vlindermes, zo luidt zijn bijnaam. En die doet hij hier even eer aan. Zo, vlaag van verstandsverbijstering. De tweede overwinning van het seizoen voor MVV. De lach is groot bij Sven Braken. De lach is groot bij iedereen uit Maastricht en omstreken. Het venijn in het begin en in het eind.